Anne, heb je zin in? Calimero in Mexico. En er staan hier overal bordjes dat er ratelslangen zijn. Daar gaan we dan, naar Las Vegas. Yeah. Hoe is je eerste avond in Vegas? Eigenlijk best wel lang geleden dat we hier samen op de bank hebben gezeten voor de serie. Maar ik vind het wel weer heel leuk. Ja, ik heb het wel gemist, want alleen is het toch een beetje saai. Nou ja, alleen is soms ook wel een keer goed misschien, of niet? Ja, maar ik zat hier op de bank alleen en dan is het toch wel fijn om een beetje samen te kletsen. Dan mis je me extra. Ja. Zo, ik ben nu mijn koffer aan het inpakken. Ik ben bijna klaar. Kijk, dit is mijn koffer. Nou, zoals je kan raden, het past niet allemaal in één koffer. Dus we hebben nog een koffer meegenomen. En Steve wilde eigenlijk alleen een kleine koffer mee. Maar die heeft toch ook een grote koffer meegenomen. Die staat al daar. Omdat de helft van mijn spullen natuurlijk bij hem in de koffer moest. Want het is zo lastig. Want we gaan dus eerst naar Mexico, naar Tulum. En daarna naar LA, 3 dagen. En daarna naar Las Vegas, maar dan moet je dus allemaal verschillende soorten outfits meenemen. En daar krijg ik dan helemaal error van in mijn hoofd. Dus ik ben al 3 dagen bezig met inpakken. En ik vind het nog steeds heel lastig. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik te weinig bij me heb. Maar in principe kan dat niet, omdat ik dus zoveel spullen bij me heb. Dus nou ja, ik denk altijd maar wat ik mis, dan kan ik dan daar ook nog wel kopen natuurlijk. En dat is natuurlijk ook nog wel een goed excuus om nog even te gaan shoppen. Want in LA kun je natuurlijk super goed winkelen. Dus daar heb ik ook wel zin in. Dus het is nu 9:15. We moeten over een uurtje naar het vliegveld. Ik heb super veel zin in. Ik zag wel alleen bij de weersberichten dat het gewoon regent in Tulum. Dus op de een of andere manier neem ik altijd slecht weer mee als ik ergens heen ga. Dus ik hoop wel dat het een beetje gaat opklaren. Want je gaat natuurlijk niet naar Mexico voor regen. Want die hebben we hier al. Nou, dus ik ga zo nog snel even langs Esther om Frankie een kusje te geven. En dan gaan we naar het vliegveld. Dus ja, ik heb er super veel zin in. Daar gaan we. Daar komt Steve. Heb je er zin in? Fijne check. Heb je er zin in? Heel veel zin in. Ja? We zijn nu aangekomen op het vliegveld in Cancún. Ik heb net een pikken. Dus ik draag nu mijn spullen. Steve loopt al vooruit. Het is super warm hier, het is super druk met alle taxis en zo. Het is 9:00 s'avonds. In Nederland natuurlijk 3:00 s'nachts, dus ik vond het helemaal kut. Dus we gaan nu lekker naar het hotel. Ik heb echt zin om te douchen. En dan lekker mijn bed in te duiken. We zijn aangekomen bij de hotelkamer. En het is echt mega mooi, want we hebben net al wat gegeten. Maar ik dacht, ik laat het morgen zien als het licht is. Dit is onze hotelkamer. Super chill. Maar het is echt een mega mooi zwembad, heeft het ook. Nu lekker slapen. Eerste dag dat we er zijn. En, oh my god, kijk. Het is zo mooi. Het hotel is echt fantastisch. Kijk, zo'n paadje. Ja, het is echt heel relaxed.
eigenlijk stond Tulum altijd op mijn nummer 1 bucketlist. Ik wilde dat gewoon een keer gezien hebben. En Stefan moest draaien in L.A. en Las Vegas. En het is 5 uur vliegen vanaf Tulum naar L.A. Dus toen dachten we, nou, misschien kunnen we dat nu mooi combineren voor een leuke vakantie. Dus we zijn een week naar Tulum gegaan en daarna 3 dagen naar L.A. en 1 dag naar Las Vegas. Het is echt een mega mooie strandtent, of tenminste uitzicht. Want kijk, dit is ons uitzicht. Het is echt een paradijsje. We zijn hier als enige. En op zich vind ik dat ook wel echt heel relaxed. Want we waren ook niet echt op zoek naar hele drukke dingen, strandtenten. Dus dat is ook wel echt heel chill. Maar sowieso, wat ik nu vind van Tulum, het is echt fantastisch. Het is wel echt laagseizoen, dus echt heel rustig. Dus we zitten in hotels en zo zitten we soms bijna als enige in restaurants. Maar op zich vind ik dat ook wel prima. Gisteren lagen we ook wel echt om 8:30 al op bed. Ook nog een beetje van de jetlag, denk ik. Maar ja, Mexico vind ik echt heel leuk. Het heeft wel een beetje weg van Bali. Maar dan met taco's en lekker eten. En ja, margarita's, maar die heb ik nog niet gedronken eigenlijk. Zal dat toch wel mijn lievelingsdrankje is. Maar het is echt zo chill hier. Het is echt. Ik zou hier zeker vaker heen gaan. Voor de rest gaan we morgen iets cultureels doen, toch? Naar een tempel. En dan gaan we schildpadden zwemmen. Dus ja. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd van. Ja, en voor de rest is het gewoon lekker chillen. Ik heb nu een nieuw kettingje om. Als sample. Maar ik ben er echt helemaal verliefd op. Kijk, het is met lettertjes. En hij komt als het goed is binnenkort in onze collectie. Maar toen de designafdeling naar mij toe kwam met dit idee. Toen zei ik, ik ga naar Tulum en ik wil deze echt mee. Dus ja, eigenlijk mag dat nog helemaal niet. Maar ik vond hem zo leuk dat ik hem gewoon meteen om wilde. Dus ik ben er helemaal fan van. Wat vinden jullie ervan? En natuurlijk dit naamkettingje. Die draag ik nu ook dag en nacht. Van Frankie Anna. Ik mis haar trouwens wel echt heel erg. Dus ik heb net naar Esther gestuurd. Stuur even een fotootje. En niet vergeten om elke dag fotootjes van haar te sturen. Want ik ben bang dat als ik over 10 dagen terugkom, dat ze er dan in één keer heel anders uitziet. En dat ik dat niet door heb gehad. Maar goed. Ik hou jullie op de hoogte. Esther, Ismael en ik hebben met z'n drieën ook een appgroep. En daarin had ik 1 keer in de zoveel tijd gestuurd. Nou, stuur even een filmpje van Frankie. Maar sowieso is onze hele familie-app is gewoon een Frankie-fan-app geworden. Ja. Dus het is wel echt dat er alleen maar foto's van Frankie in worden doorgestuurd. Ja. En elk moment, ook al doet ze iets, een klein lachje of ze doet iets anders, dan denk ik, hier moet ik een foto van maken en dit moet iedereen zien. Dus maar moet je nagaan als ze gaat praten? Ja, dus ik heb gewoon wel dat ik iedereen, dat ik bijna denk, ik moet me inhouden om dingen te sturen. Want ik stuur gewoon echt te veel. Vind je dat? Nee, maar anders is het toch, je hoeft er toch niet altijd op te reageren, of wel? Nee, maar of vind je het lullig als iemand niet reageert? Nee, daar kijk ik niet naar. Maar het gaat er meer om dat jij niet denkt, oh nee, oh, er is ze weer. Helemaal niet, vind ik juist leuk. We zijn nu aan het eten in het restaurant van het hotel. En we hebben garnalen. Garnalen. En het heet Atta, toch? Het restaurant. En wel echt heel schattig, want ze hadden dus een privétafeltje voor ons. Hadden ze dus gemaakt in kaarslicht. Echt aan het zwembad. Of tenminste aan. Het is geen zwembad, maar het is een cenote, een onderwater, een soort waterkamer. Ja, maar dit was dus tafeltje. Alleen we zijn dus net
We moesten dus net verhuizen omdat het echt in één keer ging onweren en regenen. Dus we zitten nu binnen. Ook gezellig. Ja, en thank you. Nog een mocktail. Heerlijk. Nog een mocktail. Dus ja, eet smakelijk. Eet smakelijk. Sinds Anne Steef kent is ze wel anders geworden, veel rustiger. Nou, Anne, je bent gewoon veel rustiger qua leven en dat vind ik wel fijn. Eerst moest Anne altijd overal zijn en wilde ze gelijk door en gewoon veel doen op een dag. En nu heb je veel meer rust gevonden, heb ik het idee. Ja, nu heb ik dat soms nog wel als die lang op tour is. Ja, dus eigenlijk moet hij gewoon meer thuis blijven. We zijn nu bij de Maya-ruïnes en we krijgen nu een private tour. En het is echt, ik hou heel erg van geschiedenis, dus ik vind het echt super leuk. Kijk, we zijn nu hier. Hier leefden de Maya's vroeger. En we hebben dus een private tour door van deze meneer. En dat heeft Stefan geregeld, dus echt mega leuk. En ik heb nu net een steentje gepakt. Want we hebben dus met onze vader, hebben we dus vroeger afgesproken, overal waar we heen gaan. Naar alle bijzondere plekken moeten we een steentje meenemen. En dan schrijft hij dus de datum schrijft hij achterop. Dus Franka heeft dat al gedaan van in Afrika. En eigenlijk overal, alle bijzondere plekken waar we heen gaan, moeten we dus een steentje meenemen. Dus ik heb nu al een steentje gepakt. En dan bewaart hij dat. Dat vindt hij heel leuk. Dus ik denk dat hij deze dus ook heel bijzonder gaat vinden. Toch? Ja, ik dacht dat dit jouw steen was. Oh ja. Maar wist je dat? Ja. Hey, wist het niet. Leuk, hè? Oh, grappig. Ja. Ik weet wel dat Franka laatst naar Zuid-Afrika was gegaan. Toen had ze een steentje meegenomen. En we gingen heel vaak naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Maar ik doe het nooit. Nee? Nee, ik wist ook helemaal niet dat dat een ding was. Ja, maar misschien omdat ik vroeger had mijn vader fossielen ging zoeken. Ja. Dat het toen een beetje is ontstaan. Maar Franka doet het ook altijd. Ja, nee, maar ik wist dat niet. Ik heb deze hype gemist. Maar ik denk dat een steentje uit Dubai ook minder bijzonder is van het opgespoten strand uit Dubai. Dus ik denk wel als je naar een echt bijzondere plek gaat. Dus toen je naar Indonesië ging of zo, weet je wel dat. Ja. We gaan dus nu met de schildpadden zwemmen. Heel spannend. Net heeft Stefan dus zonnebrand opgedaan. En dat mag dus niet. Dus dat mag niet. Dus hij moet zich nu snel even gaan douchen. Ik krijg nu deze aan. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Het ziet er wel echt super mooi uit. Ik weet niet of we met een bootje gaan, maar ik ben altijd heel erg zeeziek. Dus ik ben benieuwd. Ik laat het even zien hoe het hier is. Want het is heel mooi, het water. Ja, ze willen hier tranquilo. Mooi, hè? Anne, heb je zin in? Hoe gaat het? En nou? En nou take us to the taco place. Ja, taco place. Oké, we hebben best wel veel besteld. Ja, hij geeft mij de schuld. Ja. Je ogen waren groter dan je maag. Ja, hoe ga je dit nou doen, hè? Lekker. Heel lekker.
vandaag hebben we een scooter gehuurd. Maar echt een heel schattig blauw scootertje. Kijk. Leuk hè? Oh, ik krijg ook een helmpje. Calimero in Mexico. Hij zit nog te groot ook. Bij jou zit hij echt veel te klein. Zijn we klaar voor? We zijn er klaar voor. Ja? Blue Miracle. Wacht even. Oké, we gaan nu een plas doen. Beet omhoog. Ik zou zo graag een keer naar Tulum willen. Ja, het is echt lijkt leuk. Me echt heel leuk. Maar ik denk niet dat je een hoog seizoen moet gaan. Nee. Ook meer een beetje laag seizoen. Ja, ik hoorde wel dat Tulum, als je in het hoog seizoen gaat, dat het dan wel een beetje overhyped kan zijn. Dus dat het overal super druk is. Want dat kan jij je bijna niet voorstellen, denk ik. Dat zei je toch ook? Ja. Dat je dat bijna mij was het echt allemaal geen kip te beleven. Nee. Ik ben vandaag op het vliegveld. Ja, ik ben nu op het vliegveld. Maar doe dat nog een keer na. Ik ben vandaag op het vliegveld. Ja, heel leuk. Maar ik zit nu op het vliegveld bij Cancún, Mexico. Zoals je ziet heb ik het echt super koud. Ik heb een dikke trui aan. Een jasje en nog steeds heel koud. We zijn nu onderweg naar L.A. Want Stefan die moet daar draaien in L.A. Dus dan ga ik mee met hem. En dan gaan we daarna naar Las Vegas. Dus, en daar ben ik nog nooit geweest. Dus dat vind ik ook weer heel leuk. En L.A. was echt, toen ik de eerste keer daar was, dat ik echt meteen zoiets had van ja, hier zou ik willen wonen. Dus L.A. heeft wel echt dat ik denk van ja, dit vind ik altijd zo leuk. Ik heb ook leuke restaurants heb ik geboekt. Leuk hotel. Dus ja, ik ben wel helemaal excited weer eigenlijk. Daar gaan we, op naar L.A. Eindelijk. Oh, dat is een hele lange rij. We zijn aangekomen in L.A. Ik kan echt niet wachten. Echt. Zo excited dan man. Het is nu in de ochtend. En we hebben vanochtend al gesport. En we zijn nu een hike aan het maken. Hoe heet het ook alweer, Steef? Ik kan het niet uitspreken. Oh, hij kan het niet uitspreken. Mooi, een fijn hike. Maar we zijn nog niet eens 1 minuut verder en het is nu al echt super mooi. Kijk, dit is dus het uitzicht nu. Dit is die. We zijn nog niet echt begonnen met die hike. Maar kijk eens wat we hier hebben. Hollywood sign. Echt superleuk. Maar ik vind Hollywood sowieso echt zo. Of tenminste, L.A. vind ik zo leuk. Echt niet normaal. Het hotel is ook super mooi. Ik was vanochtend alleen wel echt vet vroeg wakker. Echt al om 5 uur. Dus ik denk dat ik toch. Want het is wel tijdverschil vanuit Tulum. Dus ik denk dat ik toch wel een beetje een jetlag had. Je ziet het ook aan mijn wallen. En vanavond gaan we eten bij Craig's. Dat is de favoriete tent van Esther en ik. Maar dat is zo'n Amerikaanse sportbar. Dus alleen dan hip. Want er komen allemaal celebrities en zo. Allemaal paparazzi ervoor. Esther en ik waren daar vorige keer toen we in L.A. waren. Waren we daar 2 keer gaan eten omdat we het zo leuk vonden. Dus ik heb nu meteen gereserveerd. Maar ik heb wel dus om 5:15 al gereserveerd. Omdat dat nog de enige plek was. Of 9:30 s'avonds. Maar ik lig dus elke avond van deze vakantie al maximaal om 8:30, 9:00 op bed. Dus ik denk niet eens dat ik 9:30 haal. Dus we gaan lekker vroeg eten. Dan lekker vroeg naar bed. Want ik heb liever dat ik dan een productieve ochtend heb dan dat ik 's avonds heel lang wakker blijf. En sowieso vind ik alles in L.A. wel echt vroeg. Vroeg. Dat iedereen vroeg gaat eten en zo.
Dus dat ga ik ook wel even filmen. Kom op verder. Waar is ze? Oh ja, en ik ben super bang voor slangen. En er staan hier overal bordjes dat er ratelslangen zijn. Die zijn nog gevaarlijk ook. Echt? Ja? Nee. Jawel, een ratelslang is gevaarlijk. Oh, en die zijn nog gevaarlijk ook. Dus ik hoop niet dat we ze tegenkomen. Dit is de wisdom tree. De enige boom die de brand van 2007 in de Hillsvoorzijnkruis heeft overleefd. Waarom heeft die zo'n speciale betekenis? En nu doen mensen een papiertje, licht papier eronder. En dan kun je dan een wens opschrijven. En die moet je dan hierin doen. In dit bakje. In dit bakje. En komt hij dan uit? Sowieso. Dan komt hij uit. Kijk eens. Hoor je? Ja, het is echt heel leuk. King of the world. Ja. En het regent, dus perfect tijd om weg te gaan. First up, pool party in Vegas, Omnia, samen met Martin Garrix. Let's go! Ja. Daar gaan we dan, naar Las Vegas. Yeah! Ik ben er nog nooit geweest. Volgens mij is het echt zo, you hate it or you love it. Love jij of hate it? Ik love het, want het zijn altijd hele goede feesten. Dus, ja, en jij houdt erop, hadden feestje natuurlijk. Ja. En ik ben gisteren nog uit eten geweest met Ricky. Met Ricky hebben we dus afgelopen januari een mindset lezing gedaan in Amsterdam. Dus Selfmade Project heette dat. Omdat Esther en ik samen met hem een cursus hebben gedaan. Of bij hem, een manifestatiecursus. Zoals jullie weten zijn Esther en ik heel erg daarvan. En over mindset. En hij doet ook heel veel... Echt hele grote celebrities in LA doet hij. Die cursus geven. En sinds wij hem kennen zijn we dus... En hij is een keer bij ons in de podcast geweest. En op een kantoor een paar keer. Dus hij is echt een heel goed vriend van ons geworden. Hij woont in LA. Hij komt oorspronkelijk uit Londen. Dus nou, toen ik natuurlijk naar LA ging... Had ik hem meteen een berichtje gestuurd van... Ik ga naar LA. Dus we moeten even afspreken. Dus we zijn gisteren... Samen uit eten geweest. En we hebben het echt de hele avond over mindset gehad. Over dingen die bij hem in zijn leven spelen. Bij mij in mijn leven spelen. En het was echt een super gezellige avond. Dus echt heel leuk. We hebben het ook gehad over een tweede editie van de Selfmade Project. Dat we het ook weer leuk vinden om nog een keer in Amsterdam een soort dag te geven over... manifestatie en mindset en dat hij zijn verhaal gaat vertellen en een soort cursus gaat doen die wij ook hebben gehad. Dus dat willen we in begin volgend jaar kunnen we dat als het goed is ergens gaan doen. En ik zei al tegen hem, vorig jaar was het natuurlijk zo'n groot succes en was het echt best wel snel uitverkocht. En ik krijg nu nog steeds DM's erover dat mensen het zo interessant vonden dat ik het eigenlijk, als ik het nog een keer ga doen, nog veel groter wil gaan doen, zodat we echt veel meer mensen kunnen. Want hij is natuurlijk ook niet altijd in Nederland, want dan komt hij speciaal daarvoor naar Nederland. Ja, dus daar hebben we het ook over gehad. Dus ik denk, ik hoop echt dat we dat echt weer uit de grond kunnen stampen. Want ja, dat is natuurlijk, we zijn wel echt de leuke dingen om andere ondernemers te helpen hun dromen waar te maken. En hij is daar mega goed in en Esther en ik vinden dat ook heel leuk. Dus als ik terugkom, ga ik dat meteen met Esther voorleggen. Maar ik weet zeker dat zij ook heel enthousiast is.
I was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now. We zijn nu aangekomen in het hotel. We staan in het Bellagio Hotel. Het schijnt een heel bekend hotel te zijn. En ik ben net even naar het toilet gelopen en kijk eens waar ik nu doorheen loop. Allemaal mensen die aan het gokken zijn. Zelf heb ik echt niks met gokken. Dus dit begrijp ik ook niet zo goed. Maar het is echt fucking druk hier. Echt niet normaal. Ja, en iedereen dus achter die gokautomaten. En het is wel jammer, want het is echt heel slecht weer. Dus volgens mij gaat het ook regenen. En we zijn hier maar een dagje, dus dat is wel jammer. Maar we gaan vanavond waarschijnlijk eten. Of we gaan straks naar een feestje van Martin Garrix. Die heeft ons uitgenodigd. En dan gaan we daarna met hem en nog wat vrienden gaan we eten. Bij Nobu. Ja, schijnbaar. Dus daar heb ik nu al zin in. Want het is One Night in Vegas. Ja, je beleeft het wel echt anders backstage, omdat het minder echt een feest is. Dus je staat niet echt in de menigte te feesten. Dus het is meer gewoon wel echt iets serieus. En meer dat je echt mee bent met werk, zeg maar. Dus het is niet dat je daar nou echt helemaal staat te partyen of zo. Dus... Ik vond het wel grappig, want vroeger dacht ik altijd, oh, als je backstage staat, dan dat is pas echt feest. Maar dat is dus helemaal niet per se leuker of zo. Nee. En je kent het, als je een paar keer bent meegeweest, dan weet je het ook alweer. Ja. Als ik jouw filmpjes zie en zo, dan heb ik echt totaal niet dat ik het mis. Maar nee. Misschien hebben we gewoon in ons leven al zoveel gefeest. Ja. Dat ik gewoon dat wel echt heb gezien. Ja. Dus nee, ik wist het helemaal niet. Maar ik heb wel een kleine verrassing. Dan? Want toevallig ben ik vandaag bezig geweest met het V&V Verder en Verder Christmas Party. Ja. En dat hij dan komt draaien. Dat is wel dus echt als je dan achter leuk. De boot gaat staan, dan sta je backstage. Dat ga ik doen. Hoe is je eerste avond in Vegas? Je eerste, je enige? Nou, ik weet nog niet helemaal wat ik ervan moet vinden of zo. Het voelt echt als een grote kermis. Nou, we hebben de samples binnengekregen om eventjes met je door te nemen. Na het lange procedure om goed de fases te zien op de kettingen wilden we die graag eventjes aan je laten zien. En we hebben er nu voor gekozen om te werken met mat en glanzend, zodat je goed het contrast ziet tussen de delen, zeg maar. Ja. Want het glanzende deel is nu de maan. En dan het matte deel met de sterretjes is dan zeg maar het heelal. Ja. Dus hij wordt er nu echt ingekaderd, als het ware. Ja, is ook nog iets wat we niet eerder hebben gedaan, mat. Dus dat wordt voor ons ook mooi. Een leuke uitdaging om te kijken hoe iedereen daarop reageert. En weet je weer mijn maanfase? Oeh. Dat kunnen we wel even opzoeken. Wow. Dan moet ik hem wel even opzoeken, hoor. Op de achterkant kunnen mensen ook nog iets graveren. Ja. En we... Hier wat voorbeeldjes van. Even kijken. Hier kan je dat zien. Op de achterzijde kan een naam, kan een datum en kan een plaats. Maar je kan er ook alleen voor kiezen om een naam te doen. Ja. En we hebben ervoor gekozen om de naam altijd in een sierlijk lettertype te doen. En dan de informatie zoals datum en plaats in een strak lettertype. Ja. Als je ook naar deze schetsen kijkt. Is eigenlijk, we hebben wel aangeduid, dit is mat, dit is glanzend. Ja. Maar het is eigenlijk heel vlak. En ik vind als je hier naar kijkt. Dat je wel echt een duidelijk verschil ziet in het matte. Ja, het is echt mooi, ja. En dat dit product vooral heel speciaal is. Cartier heeft nu ook een nieuwe brushed collectie, heb je dat gezien? Ja, wel een klein gedeelte ervan, maar Maar dat is een beetje zoals het dit. Wordt steeds meer ook mat.
Ik heb hem even berekend. Ja. En het is de New Moon. Dus deze is van mij? Ja. Leuk. Ze staat voor een fresh start. Nou, dan kunnen jullie die meteen ingraveren met Anna en dan mijn geboortedatum. Ja, en leuk. Dan, wat is de betekenis daarbij? Maar moet je nagaan, nu vind ik het weer echt leuk, omdat ik weet waar het over gaat. Ja, ja, dat heeft gewoon wat meer lading. Weet je wel? Keep dreaming big and pushing your limits. Nou, dat past wel bij mij. Beter. Ja. Ja, dat is wel leuk. Een beetje het levensmotto eigenlijk, toch? Oh, die vind ik echt leuk. Keep dreaming big and pushing your limits. Ja. Nou, passender kan niet. Ja. Heel leuk, goed gedaan. Ik moet zeggen dat toen we dat idee hadden, toen dacht ik eerst van, vind ik dit heel leuk? Maar toen ben ik me er dus in gaan verdiepen. En het is dus echt mega interessant. Ja, maar het is dus wel een struikelblok geweest ook om dit te lanceren. Omdat we kwamen eigenlijk het idee door de Steffi Star coin. Dus die is ook geïnspireerd op een sterrenstelsel. En daar hoort dus een customizer bij. Dus dat je je geboortedatum of een datum kan invoeren op de website. En dat die dan getoond wordt op de website. Dus dat wilden we eigenlijk weer. Alleen dat is dus zo moeilijk te realiseren op de website. En we wilden het natuurlijk perfect. Dus echt na, nou, ik denk wel maanden dit uitvogelen, heeft de e-commerce afdeling eindelijk het voor elkaar gekregen om het weer zo te tonen. Dus daar ben ik wel eigenlijk heel trots op. Ja, dus nu moet het wel een succes worden. Ja, ik vind het wel heel, heel bijzonder. Ik ook. Dat dat kan. Zeggen wanneer een lancering geslaagd is, want zo'n soort lancering heeft altijd wel tijd nodig voordat het echt een succes wordt. Maar bijvoorbeeld met die Steffi Star met sterrenstelsel, dan op het begin moeten de mensen een beetje aan wennen en nu is het echt een van de best lopende producten. Dus ja, dan ben ik eigenlijk wel tevreden. Ja. Als dat gewoon na een tijdje zo is, dan ben ik tevreden. Ze kijkt echt helemaal in de camera de hele tijd, dus dat is echt wel heel grappig.